zijn vandaag weer bezig met de ruimtelijke bouw van moleculen en negatief samengestelde ionen. En we gaan puntje nummer 4 kijken naar VSEPR. Ja, het staat niet helemaal VSEPR, maar zo wordt het vaak genoemd. VSEPR, Valence Shell Electron Pair Repulsion. En wat is dit VSEPR? Nou, het is een manier om de ruimtelijke bouw te bepalen en te voorspellen door de simpele aanname, repulsion, dat elektronen, die zijn allemaal negatief geladen en dezelfde lading stoot elkaar af. Dus die elektronen, die willen zo ver mogelijk van elkaar vandaan zijn. We werken met het omringingsgetal en het omringingsgetal is het aantal atomen die gebonden zijn aan het atoom wat we willen bekijken, plus de niet bindende elektronenparen bij elkaar opgeteld. Dus als we kijken naar drie deeltjes, drie atomen, dan kunnen we een omringingsgetal bepalen van het middelste deeltje, van het middelste atoom. En dat omringingsgetal heeft in deze situatie, het is lineair, het heeft twee bindingen, dus het omringingsgetal is 2. Dus bij een omringingsgetal van 2 heb je altijd te maken met een lineair molecuul. Heb je een omringingsgetal van 3, zoals in deze situatie, dan ziet het eruit als een driehoek in een plat vlak. Ja? Dus een driehoek, zoals je geodriehoek, in een plat vlak, omringingsgetal van 3. En heeft het omringingsgetal 4, dan ziet het uit als een tetraeder, zoals deze situatie. Ja? Omringingsgetal van 4 van dit atoom. En dan moet je je voorstellen als een driepoot waar nog iets uitsteekt. Ja, je zou daar een piramide van kunnen maken als je die tetraeder, ja, zoals die hier ziet, als je die vlakken verdeelt, dan heb je 4 vlakken, 3 die naar boven staan en 1 waar de piramide op staat. Dus een beetje een rare piramide. Ja, een tetraeder, tetra als in 4 vlakken. Oké, dan hebben we een paar voorbeelden. Ammoniak, ja. Hoe kunnen we nou kijken wat de ruimtelijke bouw van dat ammoniak is? Nou, kijk in het vorige filmpje als je nog niet weet hoe je een Lewis-structuur moet tekenen. Maar ik heb hier de Lewis-structuur getekend van ammoniak. Ammoniak is NH3. Ja, we hebben een centraal N-atoom, stikstofatoom, gebonden aan 3 waterstofatomen. En door middel van het stappenplan kan je erachter komen dat er nog 1 niet gebonden elektronenpaar is. En dat zit bij het stikstofatoom. Er is geen formele lading in het spel. En die hoek tussen de waterstofatomen is 106,7. En dat is wel opmerkelijk, want hier was voorspeld, ja, dat die hoek, als het een tetraeder is, 109,5 moet zijn. Ja, waarom niet 109,5, maar waarom 106,7? Nou, die elektronen die stoten elkaar af. Je ziet hierboven zit het niet gebonden elektronenpaar. Dat telt dus voor 1 plus 3 bindingen. Is dus omringingsgetal van 4. Dus dit is niet een omringingsgetal van 3. Dus dit is niet een driehoek, maar het is een tetraeder. En stel je nou voor, ja, het stikstofatoom dat zit hier bovenin en je drie vingers zo. En het is dus, hè, het is een driedimensionaal deeltje. Het valt niet te vangen in een plat vlak. Die elektronen die bovenin zitten, die niet gebonden elektronen, die zitten vlakbij dat stikstofatoom, die duwen die elektronen in die bindingen een beetje naar elkaar toe. Ja, ze moeten die ruimte met elkaar verdelen, met z'n vijven in plaats van met z'n vieren. En daarom is dit net iets kleinere hoek dan die 109,5. Maar dat is gewoon voor de mensen die hierin geïnteresseerd zijn. Het omringingsgetal van ammoniak is dus 3 bindingen plus 1 niet gebonden elektronenpaar. Is dus 4, het is dus een tetraeder. En dit verklaart ook de polariteit van ammoniak. Ja? Want dat stikstof dat staat er echt zo bovenop, op die drie pootjes die aan die waterstofatomen gebonden zijn. Die stikstof die trekt harder aan de elektronen, dus die is negatief geladen. Die waterstofatomen die verliezen iets van hun polariteit, van hun lading. Dus die zijn positief geladen. Dus ik heb hier een polair deeltje. Ja, delta plus, delta min. Oké, dus dit hele VSEPR verklaart dus het gedrag van dat ammoniak. Ja, veel gemaakte VSEPR fouten. Ja, ammoniak is de eerste. H2S, ja, zou je denken, oké, dat S zit aan 2 waterstofatomen. Is een omringingsgetal van 2. Moet dus lineair zijn. Nou, dat is het niet. Want er zitten bij dat S ook nog 2 niet gebonden stikstof elektronenparen.
Dus dit heeft ook een omringingsgetal van 4. Dus we zouden zeggen, ja, het is een tetraeder. Maar dat is natuurlijk een beetje een raar praatje, een tetraeder. Want ik heb maar 3 deeltjes. Dus dit is wel, hè, dit kan je wel in een plat vlak vangen. Maar dit is een deeltje wat dus in een hoek zit. Er zit een hoek tussen die waterstofatomenbindingen. En dat herken je misschien van water. En dat is ook, hè, hier zien we dus waarom water, H2O, geen lineair molecuul is. Ja, omdat net als bij zwavel zitten bij zuurstof ook 2 paren die niet gebonden zijn. 2 paren die wel gebonden zijn. Dus een omringingsgetal van 4. Dus dat moet een tetraeder zijn. Maar ja, ik heb daar te weinig deeltjes voor. Maar dan blijft dus wel die hoek over. En daarom is deze hoek, ja, van die waterstofatomenbindingen met zuurstof, ja, die lijkt dus ook heel erg op die 109,5 die je hier terug ziet. Ja, die komt daar heel dicht in de buurt. Goed, dan nog laatste, ozon. Ozon is een driehoek, een omringingsgetal van 3. Het is gebonden aan 2 andere zuurstofatomen. Het zuurstofatoom in het midden, dat is dus 2, plus een niet gebonden elektronenpaar, is dus 3. Het is dus een driehoek. Ja, en wat je hier ook ziet bij ozon, en dat vind ik wel opmerkelijk om te zien, is dat ozon zelf is dus niet een geladen deeltje, en toch is er formele lading. Ja, weet je niet meer precies wat formele lading is? Kijk dan nog even terug. Ja, maar die formele lading, die plus, is net zo groot als die min. Dus mijn ozondeeltje zelf is niet geladen. Ja, maar dat wil toch niet zeggen dat er geen formele lading is. Pas daar dus goed mee op. Met die formele lading ga er niet vanuit dat een ongeladen deeltje geen formele lading heeft. Daar hier het voorbeeld van. Wow, zoveel informatie, zoveel te verwerken. Heb je nog vragen? Hier beneden in de comments. Ja, stuur gewoon een vraag. Ja, ik beantwoord ze altijd. Misschien wil je subscriben of misschien ook wel niet. In ieder geval, heel veel succes met Vesper. Nee, dat zeg ik verkeerd. Ha! Huh?